Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Kijk waar ik ben. Jullie kunnen het al raden misschien. Maar ik ben bij mijn katjes. Dag schatjes, oh, I love you guys. Ik heb jullie gemist, zijt je zo'n sleepyhead Milks? Terugkomen eens ik iets van mezelf heb of zo. We zullen zien. Nog even volhouden.
dat samen met begeleiding van Dylan, van mijn personal coach. Dus hij kijkt wel wat kan en wat niet kan. En dan zullen we zien hoe ik eruit ga zien op vakantie. Maar het is wat het is, hè. Het leven komt soms in de weg van andere dingen die ik wil doen. Dus ja. Ik ben ondertussen al twee uur en een half bezig op kantoor. Want er moet nog best wel wat gebeuren voor ik op vakantie ga. En Celine is vandaag geopereerd. Dus die kan sowieso, ik denk, 2-3 dagen niet komen. Dus ik wil alles nog in orde hebben voor de vakantie. Voor Totally Too, dat alles goed blijft bollen. En dat Celine ook door kan. Dus dat ben ik vandaag aan het doen. Nu ga ik nog pakjes maken en dan denk ik dat ik klaar ben. Dan ga ik naar huis. Een paar items van Totally Too passen om te kijken wat ik zelf ga houden. Deze broek is wel nice. Zo cargo pants, wat zo in is tegenwoordig. Deze heeft ook zo kettingen en dat is de achterkant. I like it, hè. Next is dit kleedje. Maar ik heb mijn Sparbie haar er nog onderaan, dus dat ziet er nu wel heel raar uit. Dat is ook mooi. Ik denk dat ik dit ga meenemen voor op vakantie. Cute. En dan dit zwart jurkje. Dat is zo meer dressy. Lijkt zo op een soort blazer. Hier is dat gebonden. En dan zwart. De achterkant. Black. Vind ik ook wel mooi. Dit ga ik ook meenemen. Deze handtas ga ik meenemen. Dat is dezelfde als die we het beige hadden, maar die is gisteren terug online gekomen, maar is alweer uitverkocht. Dat zwart kleedje, ai ai, al mijn rommel. En dan deze schoenen ga ik meenemen. En het wit, zijn wel super cute. Ik denk wel dat die pas binnen 2 à 3 weken online komen. Die zijn wel cool. En dan deze body, die staat normaal al online of die komt volgende week online. Zo'n body ziet er zo uit. Ik krijg trouwens echt heel vaak de vraag van, doen jullie je eigen collectie aan? En ja, wij kiezen wat we mooi vinden van onze collectie en dat bestellen we dan voor onszelf. Want we zijn natuurlijk het gezicht een beetje van Totally Too en dat is onze webshop. Dus ik probeer echt wel zoveel mogelijk Totally Too te dragen. Als ik een outfit aan heb of zo die niet van Totally Too is, zal ik altijd een handtas of een juweel of schoenen of zo van Totally Too aandoen. Dat ik toch altijd zoiets heb van Totally Too. Dus dat proberen we wel altijd. We nemen niet heel de collectie, want dat zou too much zijn. Maar ik kies gewoon een paar items uit en Celine kiest een paar items uit. Dat we zo allebei ook foto's kunnen maken thuis. En ja, dat is gewoon natuurlijk altijd goed als je je eigen merk draagt, hè. Dus dat doen we zeker. Ik ga even nog een klein beetje verder werken hier. Ik ga hier nog monteren en zo. Het is 4 uur. En dan ga ik de pakjes wegbrengen.
En dan ga ik naar huis. En dan ga ik daar nog wat verder werken, want het is kwartaalafrekening. Dus hip hoi. Dat moet ik ook nog doen voor mijn eigen bedrijf en voor Totally Too. Dus dat ga ik nu nog doen. Dus ja, deze vlog is misschien wel een beetje saai. Maar zo zien jullie ook wat ik op minder toffe dagen, alleen minder interessante dagen doe. Het is niet altijd dat ik leuke events doe of leuke dingen ga doen. Of elke dag nagels ga doen of wimpers of zo van die dingen. Het is ook kwartaalafrekening, pakjes maken, het kantoor opruimen, stok aanvullen, al die toestanden. Dus dat hoort er ook bij. Ik heb trouwens ook nog iets kei leuk gekregen van Estée Lauder. De Daywear met SPF 15. Dat is een crème voor 's ochtends eigenlijk, met antioxidanten erin. En dat is eigenlijk een, ja, hoe noem je dat? Een dagmasker? Nee. Avond, allee, hoe noemt dat nu? Avondcrème en ochtendcrème. Ja, alleszins. Voor 's ochtends op te doen. Goedemorgen, het is de volgende dag. Het is eigenlijk middag, maar sst. Ik heb 2 pakjes aangekregen. Eén is echt groot. Die komt zo lang als mijn benen. En dit. Ik heb echt geen flauw idee wat dat erin zit of wat dat is. Maar ik ga ze openmaken samen met jullie. De eerste zijn kei mooie ballonnen. Ah, super cute. Van Biotherm. 1 ballon is spijtig genoeg af. Maar ja, dat is niet erg. En het zijn de nieuwe Hydrating Moisturizers. We hebben de... Ik ga even spieken op het papiertje. Maar de dull look, deze voor dull looking skin. En dat is... lichtgewicht, glow enhancing, dus je gaat er meer van glowen. Moisturizing voor dull skin. Even skin tone en dehydrated skin. Ah, oké. Okay. Dat is deze. Kijk, tof dat dat zo'n pompsysteempje is. Hoe leuk is dat? Tweede is Skin with Imperfections. Ik heb aan deze kant de laatste dagen echt heel wat imperfecties. Aan deze kant niet heel raar. Snel absorberende moisturizer. En de geneest de huid intens. Zorgt ervoor dat infecties en zo weggaan. En healthier looking clear skin. Dit vind ik wel een kei mooie kleur. Ook weer met dat pompje. Maar Biotherm staat wel echt... bekend voor zijn super mooie verpakkingen, vind ik. Dan, last but not least, hebben we de blauwe, de Bounce. Ah, trouwens, deze noemde de Glow. Deze noemde Pure. En deze blauwe noemt Bounce. Deze is voor tight feeling skin. Dat heb ik wel heel vaak, omdat ik heel droog ben. Fast absorbing fluid moisturizer. That intensely... oh my, ik kan niet meer lezen. Zorgt ervoor dat... droge en flaky huid heel snel terug geneest. Omdat het zachter wordt en gezonder. Dat is wel iets voor mij, want jullie gaan dat denk ik niet op beeld zien. Want ik heb make-up op, maar hier ruik ik allemaal zo van die flaky dingen. Ik weet niet of jullie dat zien. En dat zijn echt gewoon van de droogte allemaal velletjes. Dus deze... is wel goed voor mij, denk ik. Ik denk dat ik deze als eerste ga uittesten. Dankjewel, Biotherm. Kei leuk. Oké, de volgende doos. Dat is wel fijn als je niet meer weet wat dat... alleen, wat dat zou kunnen zijn. Of gewoon niet weet wat dat zou kunnen zijn. Dat is tof. Dan word je zo verrast. Oké, eens kijken. Maar hij is groot. Oké. Zie een zwarte zak. Amai. Oh, Roger, jij gaat leren. Ik ga dat even hier zetten. Oké, we hebben een zak van Roger Egalet. Een van mijn favoriete parfummerken. En kaarsen. En tegenwoordig hebben ze echt heel veel eigenlijk. Oké.
there's a big box. En in de big box, goed omdraaien denk ik, zit, er staat op, oei, dat was in het Frans, hè. La édition limitée de Roger Egalet. Ik hoop dat ik dat juist heb gezegd. Oeh. Add color and flavor to your life. Amai, die zien er kei mooi uit. Flesjes, wauw. Kei benieuwd. Oeh, wat is dit? Oh, dat is mooi. Oh, kei mooi. Een zakje. Hoe schattig is dit? Wauw, dat is kei mooi. Oh, een kunstwerkje. Oh my god, dit is zo cute en je mag dat zelf inkleuren. Oh my god, dit is echt zo mooi. Kijk. En je moet dat zelf inkleuren. Hoe schattig is dat? Oh, dat is echt super tof. En dan de twee parfums. Gember Rouge. Nee, wacht hè. Ik ga het proberen te lezen. Gin... Gingembre Rouge, denk ik. En Fleur de Figuré. Figuré. Sweet. Sorry. Mijn Frans is niet top, hè. As you guys can... horen, hè. As you guys can hear, hè. Yes. Ik heb me er heel even bij neergezet. Dat gaat makkelijker, hè. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dat ze ruiken. Sowieso denk ik zomers en fruitig. Dit is denk ik sowieso iets met gember. Of is gingembre geen gember? Ik weet niet. En deze met figs, denk ik. Met vijgen. Want hier staat een tekening ook van vijgen. Ik ga eerst deze open doen. Oh, is kei mooi. Wauw. Dit is ook gewoon zo echt mooi om in je interieur te zetten. Want ik vind ook zo, je kunt dit ook echt als een huisspray of zo gebruiken. Als je zo dat ergens hebt staan in je living of zo, gebruik dat als huisspray. En voordat je de deur uitgaat, spuit je dat op jezelf. Dat is ook kei mooi aan je interieur. Oh, oh ja. Oh, heel lekker. Oh, ik ben echt niet goed in geuren omschrijven, maar heel bloemig. Heel goed. Oh, ik kan niet echt omschrijven naar wat dat riekt. Ik denk een beetje appelsien erin, denk ik. Maar het ruikt echt heel goed. Let's open it. Oh, die is ook al kei mooi. Wauw, kijk deze twee samen. Wauw. Oh, die zijn zo mooi. Oké, deze. Oh, deze vind ik denk ik nog beter. Ja, nu kan ik daar niet meer op mee spuiten. Hè. Oh, in mijn ogen. Oh ja. Wauw, deze ruikt echt heel fris. Oh, echt heel fris naar vijgen, naar natuur. Oh, super lekker. Dankjewel, Roger en Galen. Super lief voor het weerpakketje. Ik ben ondertussen terug thuis en ik ga hier de vlog ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om deze gewone day in the life te zien. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Vergeet ook niet te abonneren. En ik zie jullie overmorgen. Oh.